Oké, jongens, ik vergeet gewoon iets. Ik vergeet voordat ik ga douchen mijn ochtendshotje. Dat doe ik graag voordat ik ga douchen. Dus ik ga het heel snel met jullie maken. Hebben we voor nodig appelazijn. En eigenlijk kan dat ook voldoende zijn, maar ik doe ook een schepje green juice erbij. En wat cayenne. Ik zal even alle artikelen linken in de beschrijving waar ik het over deze dingen heb. Ik hou er ook even wat water bij de hand, want het is zo zuur en heftig dat ik meteen daarna een grote slok water wil. Oké, ik ga het even versneld laten zien. Here we go. Zo, ik was even niet mentaal voorbereid. Ik ging er gewoon voor, maar soms heb ik even 3 tellen nodig. En dat was ik even vergeten aan mezelf te geven. Goed. Alles moet eruit. Het is allemaal duur spul. En wat ik dan doe, dat is niet iets wat ik eet. Maar ik doe een oil pulling. Niet elke dag. Ik probeer het wel elke dag te doen. Het liefst met kokosolie. Dus ik neem gewoon een stukje op het mes. Doe ik in mijn mond. En dan ga ik daarmee spoelen door mijn mond tijdens het douchen. Dus ongeveer 10 minuten of zo. Beter als je 20 minuten doet, maar ook als je begint met 5 minuten is het ook helemaal top. En ook, daar zal ik even het artikel van linken in de beschrijving. Er is nog niet heel veel onderzoek wat het onderbouwt, maar ik merk voornamelijk dat mijn tandvlees er rustiger van wordt. En dat mijn tanden witter worden. Ik krijg altijd de vraag van hoe krijg je tanden zo wit? Ik denk gewoon goed poetsen. En voornamelijk verschil toen ik ging oilpoelen. En ik drink mijn koffie altijd met een rietje. Dat scheelt ook wel een beetje. Het is vooral heel fijn als je net allemaal zuur naar binnen hebt gekregen. Om nu lekker met dat vettigs je gebit te spoelen. Ik kan niet meer praten, ik steek deze in mijn mond toe. Dus, see you later. Gedoucht en wel, het is tijd voor ontbijt. Normaal doe ik maar een beetje wat en pak ik gewoon waar ik zin in heb. Maar nu moet ik er natuurlijk wat meer over nadenken, omdat ik het voor jullie aan het opnemen ben. Ik heb al wel, voordat ik ging sporten, wat diepvries aardbeien laten ontdooien. Dus gewoon even in een schaaltje gelegd, want ik wilde daar iets mee doen. Ik denk dat ik een smoothie, ik kan smoothie niet goed uitspreken, een smoothie bowl ga maken. Ja, met wat lekkere toppings en zo. Het is super lekker weer buiten. En ik wil gewoon een beetje dat lentegevoel naar binnen halen. Oké, ik ga de ingrediënten pakken. En dan gaan we het samen maken. En zoals de meesten wel weten, hou ik mijn calorieën bij. Omdat ik bezig ben met op weg naar mijn droomlichaam. En als ik geen calorieën bijhoud, dan heb ik de neiging om altijd gewoon veel meer te eten dan ik nodig heb. Omdat ik eten gewoon heel leuk en lekker vind. Dus op deze manier houd het een beetje onder controle. Maar ik heb bijvoorbeeld gisteren en eergisteren geen calorieën bijgehouden. Dus wilde ik vandaag wel weer, even eten naar behoefte. En niet eten omdat het alleen maar lekker is, terwijl ik al lang vol zit. En wat mensen misschien ook een beetje gek vinden, is dat ik er diepvries bloemkool doorheen doe. Door mijn smoothies of smoothie bowls. Het verhoogt gewoon de voedingswaarde. Ik krijg gewoon wat groenten binnen. Het is bevroren, waardoor het lekker koud wordt. Dus alsof je een soort van ijsklontjes erin doet. En het geeft gewoon wat extra massa en structuur. Dus er is gewoon wat meer vulling. Dus er is gewoon meer te eten zonder dat het enorm veel calorieën toevoegt. Ik zou er ook bijvoorbeeld meer bananen in kunnen doen, bijvoorbeeld. Alleen, ik hoef niet zoveel zoetigheid door mijn smoothie heen. Dus bloemkool is echt een top ontdekking. Ik moet even kijken, 70 gram. Gaat er nog een halve bevroren banaan bij. Dan wat eiwitpoeder. Vegan vanille eiwitpoeder voor deze keer. En ik denk water, want ik heb geen plantaardige melk. Ietsje vloeibaarder geworden dan ik had gewild. Maar het is nog steeds prima. Je kunt het nog steeds uitlepelen. Het ziet er heel lekker uit. Oh, ik ben 1 ding vergeten. Ik wilde er nog acai poeder doorheen doen. Zo. Hé. Hey. Mag ik proeven? Wil jij proeven? Ik weet niet wat het is, maar het ziet er lekker uit. Het is boy, het wordt ineens boy probeerd. Ja, maar dan dus zonder de acai. Oké, apart. Apart? Vind je niet lekker? Apart betekent niet vies. Oh. Het is gewoon apart. Wel iets van honing. Nee, er zit geen honing. Er zit een banaan uit de vriezer in. En bloemkool.
en kwark. Maar je proeft geen bloemkool, dat is het voordeel. Nee, zonder bloemkool zou die nog lekkerder zijn. Nee, helemaal niet. Ik heb weer honger, dus ik ga even kijken wat er in de koelkast ligt. Dan ga ik een soort van halve maaltijd maken. Ik werk niet echt in ontbijt, lunch, avondeten en tussendoortjes en zo. Ik eet gewoon door de dag heen waar ik zin in heb. Rekening houden natuurlijk met de hoeveelheid en gezond en zo. Ik merk nu dat een tussendoortje te weinig zou zijn en een echte hele maaltijd weer te veel. Dus ik noem het dan maar een halve maaltijd. Ik doe niet aan de regels. Wat ik wel weet al is dat ik vanavond twee wijntjes wil drinken. En wil even wat biertjes halen voor zichzelf. Dus gewoon een gezellige avond. Dus daar ga ik wel rekening mee houden. Kijken of het me lukt om dus zonder honger, dat is voor mij heel belangrijk, tot een punt te komen dat ik gewoon ruimte kan incalculeren voor die twee wijntjes. En voor de een is dat super stom en irritant en zo. En voor de ander werkt het heel goed. Voor mij werkt het heel goed vandaag. Sommige dagen hou ik het ook niet bij. Dus gewoon chill. Relax. En vandaag ga ik het bijhouden, zodat een beetje weer op schema kan komen. Want de afgelopen dagen heb ik niet heel erg best gedaan. En dat voelde ik ook niet. En dat vond ik ook helemaal oké. Maar vandaag, verse nieuwe dag. Oh, ik ben niet scherp gesteld. Knot zit raar, maar is heel lekker. Boy wil even dat ik zijn broodjes ook even laat zien. Wat hebben we hier, Boy? Super creamy peanut butter. Op haverbrood van scratch. Op haverbrood van scratch, heel belangrijk. Met honing en drie pinda's. Waarom die pinda's? Om het mooi te maken voor het beeld. Voor de extra touch. Lekker hoor. Jij wilde weten of hier eiwitten in zaten. Hier zit in 23,2 gram eiwit per 100 gram. Dus bijna een kwart. Het is tijd om wat te eten. Avondeten. Maar ik weet niet zo goed wat. Sowieso iets met veldslagen doen, want dit is nog over. En een groenteburger van de Lidl. Maar wat dan nog meer erbij? Misschien in een wrap. Oeh, dat is lekker. Zal ik het in een wrap doen? Ja, tomaat, komkommer, paprika, appel, sinaasappel, kiwi, selderij, tomaat, paprika, sinaasappel, kiwi. Met rauwe ui! God, jij in je rauwe ui. Oh. Vertel even hoe dat jouw relatie met rauwe ui. Ik weet niet waarom, maar ik vind gewoon rauwe ui. Ik was heel lang vergeten dat ik dat zo lekker vond. Salades, maar ook gewoon bij het avondeten, in een wrap, op een burger. Oh, rauwe ui. Maar dan wel een rode of roze ui. Dat is mijn relatie met ui. Oké, ik denk dat ik weet wat ik ga eten. Ik ga een salade maken en dan deze erbovenop. Dat eet ik vaak als lunch, eet ik zo'n salade. Maar nu dus als avondeten. I'm laying down at the compile. En dit is dan mijn avondeten. Een soort van saladebol met de groenteburger erop. En ik vind deze dressing dus echt geweldig. Deze van de Lidl. En misschien dat ik hem nog even eroverheen ga doen over de burger. Maar deze combinatie, de rauwe ui, yum. Oh ja, en Boy heeft een wijntje ingeschonken voor me. Dus die gaat er ook bij. Yeah! Cheers! Oh, ik heb trouwens iets anders aangedaan, by the way. Ik had op mijn Instagram story gepost, maar deze wijn van de Lidl, ik ben alleen maar Lidl aan het promoten,
is zo lekker. En toen ik het postte, kreeg ik allemaal DM's met... Ja, ik vind hem ook heel lekker. Wow, het is ook mijn favoriet. Dus die is heel lekker. De Vesperal Gran Reserva. Rooiwijn. Heerlijk vind ik hem. Oh, golden hour. Salade. Lekker eten. Wijntje. Top. En boy. En boy. En boy natuurlijk. Sweet chili van de Lidl. Boy heeft hem goedgekeurd. En dan lekker met yoghurt of kwark. Mmm. Ja.